Yo mensen op YouTube, eindelijk weer een filmpje van dagelijkse gameplays en eindelijk geen nep filmpje dinges. Geen update. Laten we het daarop houden. En vandaag gaan we een nieuw survival deel. En zoals ik jullie had beloofd, we gaan terug de Nether in. En heb ik mijn graphics goed staan. Ja, ik heb mijn graphics goed staan. Ja, dat boeit me niet wie er online is op Skype. We gaan terug de Nether in. En wat wij meenemen is ons houten zwaard en onze houten kapotte pickaxe. En ik ga even mijn rennen distance ietsje naar beneden zetten. Zodat we minder lag hebben in de Nether. Zo, dat scheelt ook wat in gewoon de normale wereld. Maar dit is dus het Netherhuisje. Ik vind het echt niet uitzien. Ik vind het gewoon echt fucking lelijk. Ik vraag me nog steeds af, waarom heb ik dit gebouwd? Maar ja, moet iets van mijn cobblestone. We need to go deeper. Oké. Okay. En ik weet dus niet waar de mogelijkheden van de Nether zijn. Dus ik weet niet. We hebben al glowstone gepakt de vorige keer. Maar ik weet dus niet waar precies de goede stuff is. En waar juist het slechte stuff is. Dit loopt dood. Boeit me niet weer online op Skype is. Ja, maar er zijn van die mensen die hebben van iPods. En die laten dus hun Skype aan. En wat er dus irritant is, is dat er de hele tijd komt staan. Hehe, is online. Terwijl je gewoon eigenlijk niet online is. Maar the fuck it. Fuck. Wat is hier allemaal? Fuck, die loopt alweer dood. Moet ik alweer terug. Eindelijk, ik speel eens een keertje non-lag ofzo. En de Minecraft server komt er nog steeds aan. Dus let nog steeds op die video. Ga er nog steeds spammen. Ga er nog steeds liken. Ga nog steeds favoriten. Ga nog steeds abonneren. Want die echte abonnees hebben we echt nodig. En volgens mij heb ik bingo. Yep. Yep. More glowstone. More. Yeah, gay. Prank. Oh, mijn pickaxe is kapot. Dan gaan we nog op een klein beetje verder. We hebben misschien nog iets aan ons zwaard. Is dat een rotwereld? Ik kan hier helemaal niks vinden. En ik ben verkouden, denk ik. Logisch antwoord, hè? Maar ik weet ook niet wat ik ben. Ben ik verkouden? Maar dan is het virus met keizercomputers opgelost, dus hij kan weer opnemen. Want anders heb ik ook niet veel te zeggen. En het spijt ons ook echt heel zeer dat we op die sommige dagen gewoon niet hebben geüpload. Maar dat komt omdat we gewoon een beetje in de problemen zitten deze tijd. Ja, toch. Kom op. Je zo wil ik. Fuck. Nee, dat terug ga. Ik heb ook geen zin hier meer in. Ik heb hier geen zin meer in. Ik vind het stom. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Dat stukje wil ik nog. Ik weet nog niet hoeveel dingen ik ervan kan maken. Ik zie wel ofzo. Weet je wat? Ik neem maar gewoon mee, denk ik. Ik weet niet wat ik eraan heb. Welke kant zou ik op moeten? Ik ga eerst even nog heel even boven kijken. Wat vind ik hier? Hé, wat is daar? Glowstone zeker. Nou. Nou. Er staat daar iets naar boven. Nou, maar dat is weer fire. We gaan terug. We gaan terug. Lijkt alsof mijn voedselbar niet leeg gaat ofzo. Fuck. Lars, wat ben je aan het doen? Wat was ik in hemelsnaam aan het doen? Nee! Nee! Shit, ik ben verdwaald. Fuck this world. Ik wil er wel.
Hi, Bosch. En ik weet nou niet waarom ik eigenlijk zo raar ben, want ik zie al zo vaak zo'n zombie Pac-Man. Hallo, how are you today? I feel good. Hallo? Hallo? Naar de portal! Even kijken. Hey, wat is hier? Oh, is niks. Back to the Nether. En je weet nog steeds over deel 10. Dus laat je reactie achter in deel 9. Zodat jullie er in deel 10 bij kunnen zijn. Oké. En ik was eigenlijk vandaag van plan om een tuintje te gaan maken. Ik had eigenlijk ook geen zin in iets anders. Die even terug. Even kijken. Wat kan ik hiervan maken? Heb ik 16 glowstone? Ja. Zo. Oh. Wacht, ik had toch nog een beetje over van de vorige keer. En dat zijn we over. En zo, nou is die aan mijn kop, jongen. Zie toch wel dat ik het opnemen ben aan het recorden. Dat wordt daarbij. En glowstone, dat ga ik gewoon ergens. Dat hoort bij de orange. En dit stop ik daarbij bij. Wat ga ik maken? Het is al avond, hè. Dus ik kan even gaan slapen. En daarna gaan wij even een tuintje bouwen. En dan zit het er weer op. Want ik ga even zo meteen weer verder aan de server werken. Omdat ik niet veel tijd heb. Dus, het is al ochtend. Het wordt in ieder geval ochtend. En dan kunnen we alvast even de dingen gaan maken. Ik weet niet waar het hout is. Waar is het hout? Daar is het hout. Waar is het hout? Daar is het hout. Waar is toch het hout gebleven? Het is daar. Het staat daar maar. En ik moet even een bucket maken. Kan ik dat? Ja mensen, ik kan dat. Ik maak even twee buckets. Tenzij ik toch genoeg heb. Kan heer Lars een twee buckets maken met daarin iets. Heb ik trouwens zaadjes? Doordenk. Dat ga ik ook oversteken. Dat ga ik gebruiken. En dan gaan wij ons tuintje maken. Oh, wacht. Ik heb dirt nodig. Ik heb dirt nodig. Voor de zekerheid. Hou nou eens op met je klotte rotskijp. Jullie zien het niet, maar ik wel. En dat vind ik al irritant genoeg. Random. Oh, wacht. Nou, trouwens. Dat maakt niet. Nee. Vullen dit emmertje met water. En vullen dit emmertje ook met water. En we gaan ergens een tuintje maken. Want ik weet het, dit is een fucking lelijk huis. En ik denk ook met deel 10, dan ga ik met de ene die mee mag doen, ga ik een, hoe heet dat? Een nieuw huis maken. Dus daar heb je ook nog eens een keer je voordeel mee. Fuck, verkeerd. Helemaal verkeerd. Wat ga je doen, Lars? Nou, ik ga het even uitleggen wat ik ga doen. Ik ga een oneindige waterpoel maken. Fuck, wat is dat? Wat is dat? Oh, wacht. Oh, nee. Shit, ik moet naar boven. Help. Zo. En nou zou je zien. Ja, kijk, dat dacht ik al. Dus dat doen we gewoon. Hup. Woppa. Hier. Zo. En dan zo dat water. En dan hier zal zeker ook niet hier goed zijn. En nee! Dat wil ik niet. Ja. Dit wil ik. Rustig fonteintje. Met wat water. Ik weet niet waarom ik eigenlijk omwissel met die emmers, maar ja, het zag er cool uit. Ga dat gewoon normaal doen, jongen. Stop, ja, zo. En dan doen we dit zo. Ik ben geen farming expert, maar ik weet wel een beetje hoe je moet farmen. Kijk, je moet bijvoorbeeld zo doen, zo zaadjes planten zo. Tadaa. Oh my god. How do you know this? I know this, buddy.
Zo. En dan straks dan gaan we wat zand pakken en dan gaan we wat doen. Ik weet ook niet wat. Graag. Ik snap daar dus echt helemaal geen ene reet van wat van deze bedoeling. Waar slaat het op? En nu ging nog een zo'n soort suikerriet dinges opmaken. Kan dat hier planten? Want dan kan je hier planten. Oh my god, je kan het hier planten. En dan even kijken of ik nog wat zaadjes kan krijgen. Zo kan ik verder met mijn farm. Met mijn farm. Je mag wel over je. Ik heb gehoord dat je wel over je dingen mag heen lopen, maar je mag er niet op springen. Wat ik dus onheilbaar vind. Shirt. Oh ja, ik ga even zo doen. Dan heb ik wat meer zaadjes. Even met boommeel zo. Bom, bom, bom. Ja! En dan doe ik hier nog ook wat water. Voor zekerheid, dan wordt het extra nog bijgevuld. Dan is het nog een beetje extra speciaal. Ik ga het even daar vuilen. Zo. Dus dan eerst hier. Daarna daar. En er is een echte vriend online. Oh god. En dan hier nog. En dan zijn we klaar. Met het deuntje. En ik kijk heel eventjes achter me. En ik vind dat het kut geluid van die networtel. We gaan eventjes wat dingen. Oh, wat kan dat doen? Dat kan dus niet. Jongens, het is dus niet mogelijk om. Ja. Gewoon een hele rij jongen. Seeds. Oeh, oké. Nou, dan gaan we hier nog wat. Deze hoort bij moestuintjes. En dan gaan we hier even wat brood van maken. En wat ik heb begrepen is dat we hier eens. Kun je hier drie broden van maken, jongen? Oké. Hey, die steken voor bij materialen, gast. Dat dirt hoort bij overige. Die buckets ook. Zo, die hoort daar niet bij. Die hoort daar ook niet bij. Dit hoort bij ores. Oh nee, dit hoort helemaal niet bij ores. Dit hoort bij materialen. En dit ga ik even lekker oppeuzelen. Zoals in Brabant had ik zo oppeuzelen. En dan doe ik deze gewoon even hier op bij voet. Even kijken of er nog iets in de furnace zit. Want ik ben heel de tijd niet zo lang meer op Minecraft geweest. Dus niet dus. En dan. Wat gaan we dan even doen? Ik heb een leuk idee. Hallo cheats. On. Hey, what the fuck? Kut IP. Okay. 1. Ik wil iets. Oh ja, dat is lava. Ik wil iets op gaan blazen. Ik ga dit opblazen. Fuck it. En waarom ga je dat doen, Lars? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik had er zo'n zin in. Oh, je staat bij redstone. Bam, bam. Explode! Yeah, baby! Oh, baby, 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 baby. I want to destroy this mountain. Ik kan niet zingen.
Maar ik vind het zo leuk om te zingen over een berg die gaat kapot gaat vandaag. En ik krijg misschien wel een teringlek en mijn Minecraft krijgt misschien wel een crash report. Maar dat boeit allemaal niks, want deze motor moet gewoon exploderen. Ik hoop dat mijn huis niet wordt geëxplodeerd, maar ik hoop dat ook niet dat dat gebeurt. Want ik weet zeker dat dat niet gebeurt. En oh, wat praat ik allemaal onzin. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar het boeit me niks. Wil dit toch een nieuw huis? Dat zei ik trouwens nog. Oh. Wow, ja. TNT. Even dichtbij de TNT. Hier nog een beetje. En dan time for explode. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken, mensen. En ik ben lui, dus ik pak een nieuwe flintersteel. Dit stukje moet ook opgeblazen worden. Vooral dat stuk. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken alvast. En ik hoop dat jullie het echt mee met ons meeleven door de problemen die we hebben gehad. Daarom we niet konden opnemen. We vonden het helaas heel jammer. Maar nu komen er dus nu wel goede video's. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. We beginnen bij deze. Hier zo. There we go. Oh yeah. Hoort dit? Is dit? Fuck. Wow, dit is echt random. Hoe kan dit? Why? I want to get... Nou, trouwens, maakt niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken. Like, abo, subscribe. En kijk nog steeds voor deel 10. En... Fuck. Ik zeg het helemaal gewoon in mijn chat. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Yo, gasten.